voetbal beleef je in het stadion. Koop nu je seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. Roda JC, Limburgse passie. Roda JC Kerkrade speelde zaterdagavond een teleurstellende wedstrijd tegen Feyenoord. In Rotterdam was de ploeg van Ronald Koeman met 3-0 te sterk voor de mannen van Veldhoven. Op de zege viel weinig af te dingen. Ja, ik denk dat we als ploeg op voorhand er meer van hadden verwacht. Omdat Feyenoord toch met een jong elftal speelt. En na het seizoen van vorig jaar hebben we daar ook altijd daar goed gepresteerd en tegen hun goed gepresteerd. Ja, ik denk dat wij een van onze minder wedstrijden hebben gespeeld. En ja, bovendien heeft Feyenoord gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld. Dus dan kom je wel bij een 3-0 uit en dan mag je nog wel bijna blij mee zijn. Cabral nog altijd. En dat is een pracht van het treffen van Gerson Cabral. 12 minuten op de klok. Koeman juicht. We hebben hun laten begaan en dan hebben we hun betere spelers gemaakt dan ze eigenlijk waren. En eigenlijk niet het lef gehad om daar eigenlijk gewoon een beetje meer druk te gaan zetten naar voren toe. En dat is ons eigenlijk wel duur te staan gekomen. Ik denk dat Feyenoord wel bovenop zat en dat is vaak in de Kuip zo. Dat je wel even die tempo een beetje moet halen en proberen wel je vrij man te zoeken op middenveld. Dat we vaak proberen. Dat lukte niet. En we stonden op zich ook niet heel goed in het veld. En ja, goed, als je 1-0 achterkomt na 10 minuten naar een wereldgoal, dan is het even heel wat anders dan als je met 0-0 lang kunt spelen bijvoorbeeld. En nu het overzicht houden, dat doet hij. Het schot is goed, het is 2-0 voor Feyenoord. Hem te voorbij gelopen en Cabral haalt maar weer uit. En het is 3-0. Het is 3-0. Nou, het is altijd zo in het voetbal, als je verliest, dan verwaait je ook wel. Even ploeggenoten soms, maar ik denk dat wij in dit wedstrijd wel iedereen naar zichzelf even in kijken. Want er was echt niemand dat het goed deed. Ik vond Tito wel goed keeper, maar voor de rest denk ik dat we allemaal wel niet voldoende hebben gehaald. En dat kan ook wel gebeuren, dat kan ook wel op zeg maar de subtop. Als je dan de volgende wedstrijd wint, dan is het op zich niet zoveel in hand. En dat zijn we nu mee bezig vanaf maandag en dan hebben we wel die wedstrijd afgesloten.